Goedendag, welkom namens de Academie voor de Rechtspraktijk. Welkom bij dit webinar over de structurele aanpak van het stikstofprobleem. Mijn naam is Wouter Körpershoek. Eén gast tijdens dit webinar, Niels Bronsgeest. Je werkt bij een ingenieursbureau. Het ingenieursbureau heet TAUW. Waar zitten jullie precies? Op meerdere plekken, maar ik kom nu uit Deventer, maar we zitten ook in Amsterdam, in Utrecht, ja. Rotterdam. Als ik het goed begrijp is het vooral een ingenieursbureau dat zich met duurzaamheidsprojecten wil bezighouden. Dat een soort specialisatie is, klopt dat? Ja, dat heeft TAUW wel hoog in het vaandel staan inderdaad, duurzaamheid. Maar we doen op alle fronten werk, infra, landelijk gebied, ecologie. Ja. Wat is jouw, want jij bent procesmanager zoals het dan mooi heet. Kun je even heel kort vertellen wat jij precies doet binnen TAUW? Ja, ik ben vooral betrokken bij gebiedsontwikkelingen in de groene ruimte. En dat zijn ontwikkelingen gericht op functieverandering of het ander gebruik. Dus van landbouw naar natuur of anderszins. Gebiedsontwikkelingen, groene gebiedsontwikkelingen. En daar doe ik dan het project- en procesmanagement, praat met alle belangenpartijen en probeer te komen van A naar B in een aantal stappen. Dus vaak planuitwerkingen. Het moet een halve relatietherapeut zijn soms misschien wel om ja, al die partijen nou ja, een beetje dezelfde richting op te krijgen. Klopt, het gaat vaak om inleven en snappen dat er verschillende belangen zijn. Ja, dat is wel heel wezenlijk. Ja, goed. Je hebt aangegeven dat je eigenlijk tijdens dit webinar vooral dus wil praten over de structurele aanpak van het stikstofprobleem. Nou, het stikstofprobleem, daar weten we natuurlijk met z'n allen wel het nodige van inmiddels. Maar wat bedoel je precies met die structurele aanpak daarvan? Wat is er zo structureel aan? Wat is de nieuwe manier waarop de overheid zich ermee bezighoudt? Ja. Terechte vraag. We hebben natuurlijk lang een programma-aanpak stikstof gekend. Eigenlijk was dat ook een structurele aanpak. Uiteindelijk is dat, heeft dat het niet gered bij de Raad van State. Dat is al in 2019 geweest, in mei. Waarom niet? Wat was de reden dat de Raad van State... Dit is die pas dan waar je het over hebt. Op. Ja, klopt. Nou, feitelijk had dat te maken met dat er eigenlijk al ruimte voor economische ontwikkeling werd uitgegeven. Vooruitlopend op het daadwerkelijke natuurherstel. Ja. En de rechter vond eerlijk gezegd dat je dat... de natuur eerst op orde moet hebben voordat je die ruimte kan verzilveren. Ja. Dat is een beetje een notendop. Ja. Dus. Maar goed, dat was dus weg, afgeschoten als het ware. En wat is dan die nieuwe? We hebben een wet gekregen. Ja, klopt. Er is nu, die gaat binnenkort in werking op 1 juli, aanstaande donderdag. Dat is de wet stikstofreductie en natuurverbetering. Ja. En dat is eigenlijk, je zou het kunnen zien ook als een... als de wettelijke basis van de structurele aanpak van het stikstofprobleem van het Rijk. Je zou kunnen zeggen, nou is eigenlijk een soort nieuwe pas, alleen die is wel op een andere leest geschroeid. En die kent een aantal pijlers, onder andere de aanpak van bronnen, dus industrie, landbouw, verkeer. Dus het schoner krijgen, minder emissie van stikstof. Andere belangrijke pijler is het natuurherstelwerk in de provincies. Dus het werken aan aan gezonde, goede condities van Natura 2000 gebieden. Vaak gericht op hydrologie. En dan is er nog een andere, relatief nieuwe pijler. En daar gaat de verkenning over. Natuurinclusieve inrichting van Nederland. Ja. En die richt zich op investeren in kwaliteit buiten Natura 2000. Om doelen te helpen bereiken in Natura 2000. Dat moet je uitleggen. Snap ik, ja. Uiteindelijk heeft het Rijk opgevat van... er is ook buiten de natuur in Nederland nog veel te winnen. Als je kijkt hoe verschillende landgebruikers in Nederland omgaan met land... dat kan vaak vriendelijker, ecologisch verantwoorder... En ook zodanig dat er ook minder stikstofemissie is en met veel meer rekening houden met het hydrologische systeem. En de filosofie is, als je dat goed doet, dat je daarmee ook een bijdrage levert aan het bereiken van natuurdoelen in de natuur. Maar ik ben een leek. Wat ik ervan begrijp is dat je dus die belasting hebt in bijvoorbeeld die Natura 2000 gebieden. Ja. Vaak ook van agrarische partijen in de buurt van zo'n Natura 2000. Dan zien we van alles gebeuren wat niet goed is. Maar dan begrijp ik dat als stel dat je een paar vervuilende agrariërs uitkoopt, dat je dan een resultaat behaalt in zo'n Natura 2000 gebied. Maar wat ik niet begrijp in dit verhaal is dat jij zegt, ja, maar als we op hele andere plekken ook dingen doen, dan helpt dat ook in dat Natura 2000. Klopt. Kun je een voorbeeld geven dan hoe dat dan werkt? Ja, dat kan ik proberen. Je merkt dat, en dat is op zich logisch, want dat is ook een belangrijke bron van stikstofemissie, de landbouw. Ja. Dat de pijlen daar veel op gericht zijn. Ja, en dan gaat het om boze boeren, we kennen het hele... Ja, precies. En dan inderdaad, dan is de grootste winst is te bereiken door piekbelasters noemen ze dat. Dus grote landbouwbedrijven dicht tegen Natura 2000 aan. Ja. Om daarmee in gesprek te gaan, om te komen tot een deal van, nou ja, kan je voor een deel afbouwen of op een andere manier boeren. Dat is belangrijk. Maar wat je ook ziet is dat, zeg maar, fundamenteel anders nadenken over werken, recreëren, zeg maar, landgebruik in Nederland. Dat zal uiteindelijk ook leiden tot een kleiner stikstofprofiel. En dan kan je het hebben over... Het stimuleren van ecosysteemdiensten bijvoorbeeld, is dat een agrariër weliswaar iets teruggaat in productie. Dat kan zijn door bijvoorbeeld minder emissie te hebben, maar ook soms ook minder beesten. Dat ligt natuurlijk gevoelig. Ja. Maar ja, dat zijn natuurlijk wel bedrijven die vaak op een Europese markt bedrijfsvoeringen hebben. En die kan je niet zomaar, daar kan je niet zomaar van verlangen, van nou doe maar wat minder. Daar moet wat tegenover staan. Dus als samenleving wil je dan dat ze bijvoorbeeld meer investeren of meer gaan meehelpen om het landschap te verbeteren en de natuur te herstellen. Als je dat integreert in die bedrijfsvoeringen, dat is een vorm van duurzame landbouw bijvoorbeeld. Nou, die zal minder stikstof emitteren, zal beter zijn voor de bodem, zal beter zijn voor de biodiversiteit. En dat bij elkaar opgeteld zal ook helpen om doelen in natuur te bereiken. Maar goed, als je dan naar de partijen kijkt die hier zich mee bezighouden, behalve dat wij dat natuurlijk met z'n allen ook doen, maar partijen die ook elkaar wel bestrijden, heb je aan de ene kant de politiek, een partij zoals D66 die keihard zegt 50% van de veestapel moet weg. Ja. Aan de andere kant natuurlijk de veehouder die zegt, ja, maar ik heb, zoals jij net al schetst, ik heb gewoon een bedrijf, en ik heb afspraken, ik heb een afzetmarkt. Hoe gevoelig zijn deze twee partijen, die toch ergens, ze moeten elkaar politiek en... Ja. Als je dan praat over bijvoorbeeld de wat creatievere ideeën, zoals natuurinclusiviteit, hoe gevoelig zijn ze daarvoor? Als jij met partijen praat, zie je dan soms de luikjes opengaan, dat je denkt, dat mensen denken, wow, daar heb ik helemaal nooit over nagedacht? Of zit daar toch eerst heel veel... Nou ja, daar zit best veel weerstand, laten we eerlijk zijn. En ik denk dat we uit de politieke sfeer moeten komen en uit de loopgraven van belangen. Want je herkent dat wel, dat nog de situatie is? Ja, ik herken dat zeker. Maar dat komt ook omdat je niet top-down moet benaderen en zeggen, joh, boer X of Y of partij met stikstofemissie, je moet zus of zo, je moet... vanuit een soort intrinsieke motivatie, een plus die je echt goed communiceert. Van mensen, we gaan hier echt beter van worden met elkaar. Het moet ook van onderop, vind ik, gebeuren. Mm-hmm. En ook nadenkt over alternatieve verdienmodellen. Dus niet meer op die oude leest verder, maar er moet iets tegenover staan. En misschien moet je wel een lokalere afzet maken. Dat partijen bijvoorbeeld, als ze meer in streekproducten gaan werken, dat die ook, dat ook kwijt kunnen in die regio. En als je daar niet meteen ook in investeert, ja, dan krijg je een soort disbalans en kom je er niet. Dus je moet op verschillende borden tegelijk schaken om dat probleem op te lossen. Jij hebt hiermee te maken, hè? Een soort tussen al die partijen iets proberen te doen. Hoe begin je, zeg maar, aan zo'n traject? Wat is je eerste stap? Nou ja, de eerste stap is denk ik dat er overigens heeft TAUW dat niet alleen gedaan. Dat vind ik wel even goed om te vertellen. We zaten in een consortium van meerdere collega-ingenieursbureaus. Dus ook Sweco, Witteveen en Bos, Bügel Hajema en HNS, landschapsarchitect. We hebben samen die verkenning gedaan voor het Rijk. Ja. Dat vind ik wel even fijn om te zeggen. Dat is het belangrijk. Ja. Goed, prima. Dus, en hoe je dat doet, om te beginnen, urgentie is er. Ik denk, iedereen in Nederland realiseert zich dat er iets moet gebeuren rondom dat stikstofdossier. Ja. De emissie moet drastisch naar beneden. Anders blijft de natuur wegkwijnen en zijn we verder van huis. Ja, toch even een kritische vraagje, want dat is nog wel eens bestreden, vooral door agrariërs. Hè? Die hebben het toch lang volgehouden, het is allemaal niet zo erg. En, ja. Of is daar inmiddels wel een soort common ground, dat iedereen accepteert van ja, maar er moet echt wat gebeuren. Nou ja, er zijn ongetwijfeld partijen zijn die het niet zien. De Farmers Defense Force. Nou ja, ik denk dat er zijn stromingen die er anders tegenaan kijken. Maar ik denk dat het vooral aandacht is voor hun belang. Dat als je dat goed over het voetlicht brengt, dat ze daar gevoelig voor zijn. En dat is ook, laten we eerlijk zijn, dat is ook heel wezenlijk natuurlijk. Ja. Want als je daar aan voorbij gaat, dan kom je nergens. Ja. Dus je moet rekening houden met die verdiencapaciteit van die boer in dat buitengebied. En hoe zit dat? Dat is een ingewikkeld spel. Je start denk ik bij een duidelijk kader. Er moet een soort landelijk kader zijn van oké, dit is urgent. We willen dat gebeurt. Dus er moet ook een focus zijn op gebieden waar het echt nodig is. Dat hebben we in die verkenning uitgezocht. We hebben de verschillende Natura 2000 gebieden geïnventariseerd. En gekeken wat is nou het wezen van die gebieden. En waar heeft het nog zin om buiten die gebieden te investeren in natuurinclusiviteit. Ja. Zodat je ook echt rendement hebt daarbinnen. Het aanwijzen, definiëren van die gebieden en met de partijen, de provincies, de boeren, de waterschappen, de gemeenten komen tot samenhangende programma's in die gebieden. Van hoe kom je nou tot reductie met rekenschap van belangen? Daar moet geld tegenover staan, maar vooral focus, energie en enthousiasme om met elkaar dat daar te doen. En ik denk dat je dan komt tot die transities die ook echt nodig zijn in die zones rondom Natura 2000 gebieden. Wat is de belangrijkste conclusie van die verkenning als het gaat om dan op die manier het terugbrengen van die stikstof? Is dat makkelijk te doen of blijft het wel aanpoten? Is het, is het heel optimistisch? Is het realistisch? Ja, dat sowieso natuurlijk. Maar... Kijk, de hele opgave in Nederland is enorm. De ambitie is zeer groot. Er zijn ook veel partijen die twijfelen of dat gat tussen wat natuur kan hebben aan stikstofneerslag en wat nu zeg maar de achtergronddepositie is, dat is soms behoorlijk, kom je in afzienbare tijd tot de gewenste niveaus. Dat is natuurlijk echt de vraag. Maar we moeten er in ieder geval mee starten en een aanvang maken met het aanpak van dat probleem. Dus ja, het is zeer ingewikkeld en of het echt gaat lukken, dat is... Zonder meer. Wat zijn als je dus naar die verkenning kijkt, wat zijn de punten waar jij, jullie ja, als opstellers, echt enthousiast van zijn geworden, ook gaandeweg die verkenning? En waar zijn de punten waar je realistisch van zegt, ja, dit zijn dan toch wel nog steeds de hoofdpijndossiers, waar we gewoon echt ook wel eerlijk van moeten zeggen. Dus als je eerst positief kijkt, waar zit de doorbraak wat jullie betreft? Nou, de doorbraak enthousiast vind ik dat het... Het gaat om het scherp krijgen van het systeemfunctioneren van die gebieden. Niet alleen in de Natura 2000. Even kort in het voorgesprek hadden we het erover. Het zijn vaak snippertjes. Hè? Ja, en, nou ja, hier dit kasteel van de Academie. Dat zijn allemaal gesnipperde stukjes. Klopt. Natura 2000 in de uiterwaarden. En vaak ligt de sleutel van de oplossing erbuiten. Ja. Dus je kan wel enorm investeren in die natuurgebieden. Maar het is vaak erbuiten waar het moet gebeuren. Daar ligt vaak de sleutel van het probleem. En dan gaat het om duurzaam systeemherstel. Dus het analyseren van het systeem, de systeemanalyses, is heel erg belangrijk. En dat inzicht werd op een gegeven moment breed geaccepteerd. Van, dat moet je echt doen. Dat betekent ook dat het een maatwerk is. Want ieder Natura 2000 gebied heeft zijn eigen inbedding, zijn eigen systeemfunctionering. Zijn eigen diversiteit ook. Zijn eigen diversiteit. Ja. Dus het besef dat je niet alles over één kam kan scheren is groot. Dus je moet maatwerk leveren. Niet iedere zone hoeft even groot te zijn rondom Natura 2000 gebied. Er zijn golfweg van enkele honderden meters zone waar je winst kan bereiken tot wel 5 kilometer. Dat zijn berekeningen die jullie ook hebben kunnen uitvoeren die dat suggereren, bewijzen. Ja, we hebben dat niet berekend. We hebben dat met name op expert judgment gedaan. Dus op deskundige oordelen, dus met heel veel kennisdragers gekeken van welke type natuur heb je nou in Nederland? Duinen, beekdalen, hoge zandgronden, hoogvenen. Die kennen allemaal hun eigen probleem. En die kenden allemaal eigen specifieke maatregelpakketten die je dus in die gebieden kan uitwerken om te komen tot oplossingen. Ja. Nou, en dat vind ik wel winst, dat dat besef er nu is en nou, dat op een gegeven moment wel, nou ja, wel serieus wordt bekeken en verkend verder. Moet ik me voorstellen dat als je die verkenning leest, die gewoon op internet te vinden is, dat je in jouw eigen buurt bij wijze van spreken kan kijken, oké, ik woon in de duinen of whatever. Dat je dan ook vervolgens ook leest van oké, en bij ons is dan dit pakket wellicht een idee om toe te passen. Dus het is wel super concreet daarin. Ja, het is best concreet en het is natuurlijk lastig, want het is een verkenning voor heel Nederland. Ja. Kijk, Nederland kent meer dan 160 Natura 2000 gebieden, waarvan er 118 voor verzuring gevoelig zijn, dus kwetsbaar voor de neerslag van stikstof. Nou, die hebben we geprobeerd te categoriseren in een aantal types. En dus het vraagt wel een soort hoogoverbenadering. Maar uiteindelijk zijn we toch ook op inrichtings- en ontwerpschetsniveau hebben we geprobeerd om te laten zien om welke maatregelpakketten kan het dan gaan. En wat zijn de ruimtelijke implicaties daarvan. Ja. Hoe ziet dat eruit? Dat heeft de HNS mooi verbeeld en dat zit ook in die verkenning. Als je... En dit is misschien een politieke vraag, dus je moet maar kijken of je dat wel of niet wilt beantwoorden. Er gaan dus stemmen op, vooral ook vanuit de agrarische hoek. Die zeggen, laten we nou gewoon in Nederland één groot Natura 2000 gebied aanwijzen. Dan voldoen we aan onze Europese opdrachten, waar een beetje alles samenkomt qua biodiversiteit, waar we een beetje van dit en een beetje van dat. Om de hele Veluwe en alles wat er omheen ligt, het maakt niet uit. Of maakt er 5 van dat soort gebieden, maar niet, wat zijn het, 100? Meer dan 160, 118 voor verzuring gevoelig, maar meer dan 160 gebieden. Al die versnippering, zeg je dan, ook met die verkenning in je achterhoofd en je dus helemaal daarin verdiept hebbende, van ja, dat is ook wel een hele logische gedachte, want dan pak je in één keer heel veel winst. Of wil je je daar niet aan branden aan zo'n uitspraak? Nou, wel hoor. Ik bedoel, ik heb hem vaker gehoord en... Kijk, het is niet realistisch, want dat gaat uit van de gedachte dat natuur maakbaar is en dat je dat allemaal op een hoop kan schuiven en daarmee ben je van het probleem af. Maar juist, natuur ontstaat op plekken waar condities geschikt zijn en die diversiteit is uniek. Dat maakt het ook uniek voor de Nederlander die daar recreëert en woont en werkt. En we moeten ook niet vergeten dat de revenuen van natuur in Nederland, zeg maar, als je kijkt naar Natura 2000, dan is het beheer daarvan, dat kost inderdaad wel enkele miljarden. Maar de opbrengsten, dus de economische verdiencapaciteit, wat het oplevert, is vele malen groter. En dat wordt nog wel eens vergeten. Hoe bedoel je dat dan? Nou ja, doordat je dus in Nederland zo'n palet aan natuur hebt, heb je ook veel kwaliteit in het land. Ja. En daar willen ondernemers graag profiteren. Dus er zijn veel recreatiebedrijven, het woonklimaat, maar ook het vestigingsklimaat van allerlei bedrijven is daardoor optimaal. Ja. En als je dat niet serieus meeweegt, dan kan je zomaar heel veel, nou, je kan kind met badwater wegspoelen. Nou, het zou natuurlijk ook, bedenk ik nu ter plekke, een beetje eenzijdig worden als je een soort Costa Natura 2000 maakt met wat recreatie rond één groot gebied. Ook dat. Terwijl je dan in ons prachtige landje dat veel beter en mooier verdeeld rond uw gebied. Ja, als ik eerlijk ben, het zijn mensen die dat waarschijnlijk naar eer en geweten voorstellen, maar die laten daarmee wel direct zien dat ze er de ballen verstand van hebben. En dat moet je wel realiseren, je moet er goed over blijven nadenken. Ja, maar het zijn ideeën die afkomstig zijn van wel belangrijke partijen. Nogmaals, dat zijn vaak de agrariërs die zeggen van... Ja, waarom nou rond al die gebieden kijken, dan moet boer Piet en veehouder Carla moet weg. En daar waarom niet gewoon één gebied en dan heb je misschien 100 agrariërs en klaar. Ja, daar valt nog veel te winnen, denk ik. Als je kijkt naar waarom we het in Nederland zo hebben gedaan. Dat geldt voor de partijen die werken aan de robuuste natuur en natuurinclusieve inrichting. Die moeten zich verplaatsen in de belangen en de zorgen van allerlei grondgebruikers, ook de agrarische sector. Ik vind dat we echt stappen moeten zetten in die richting. Maar dat is andersom ook nodig. Ja. Ik denk dat dan alleen kom je tot een gemeenschappelijk beeld van het probleem. En dat is denk ik een belangrijke basis om het ook aan te vliegen qua oplossing. Ja. Ik wil niet te lang doorzeuren over die versnipperde Natura 2000 gebieden. Toch nog één vraag erover. Is het wel mogelijk of een goed idee om misschien een aantal van die snippers die, omdat ze er nu zijn, maar wel onevenredig veel vragen van de omgeving, om die dan weg te strepen en vervolgens op andere plekjes er iets bij te plakken? Dat je niet bij die ene plek waar een mooi bossage staat, maar vervolgens moeten heel veel agrariërs daar dan rekening mee houden. Dat je zegt, oké, jongens, dan schrappen we dit op een enkel gebiedje. Of zeg je van nee, laten we nou gewoon niet komen aan die 110 gevoelige gebieden. Ja. En dat is nou eenmaal het uitgangspunt. Daar zit niet de creativiteit. Ik vind het moeilijk, want ik ben ook projectleider geweest van een aantal wat kleinere Natura 2000 parels. Als het ging om het uitwerken van natuurherstelmaatregelen achter in Twente. En als je dan ziet hoe bijzonder dat is. En waarom, een klein gebiedje. Precies. Ja, ja, ja. En waarom Nederland dat op de lijst heeft gezet op verzoek van Europa. Dan is dat heel goed verdedigbaar en begrijpelijk. Het zijn soms unieke habitattypen die je voor de rest bijna nergens ziet meer in Noordwest-Europa. Ja. En dan zou het wel heel zonde zijn als je dat opgeeft. Ja. En dan raak je ook een stukje kwaliteit van je landelijk gebied kwijt. Helder. Jij noemde in het begin, had je het heel even over om bijvoorbeeld zo'n agrariër te wijzen op je afzetmarkt wijzigen. In plaats van dat je wat Europees doet, dat je meer in je eigen streek gaat kijken. Zit daar een soort berekening onder? Of is dat meer een gevoel van een richting? Nou, dat hebben we niet berekend. Overigens zijn daar veel rapportages over. Daar hebben we natuurlijk wel naar gekeken. Nou, je hebt die experts dus bekeken. Hè? Precies. En het is wel bekend dat je er aandacht voor moet hebben. Dat je niet kan verlangen dat boeren zomaar stappen terug doen om die stikstofemissie naar beneden te krijgen. Daar moet wat tegenover staan. Die mensen die verdienen daar hun brood. En dat kan je niet zomaar weghalen. Zonder, want ik ben helemaal geen econoom, maar ik kan me toch niet voorstellen, als jij nu 500 koeien hebt, die vooral voor de Europese markt van alles en nog wat doen, ja, daar kan je niet, dat is veel om met wat streekproducten eenzelfde boterham te gaan verdienen. Dat klopt. Dus het vraagt denk ik echt een fundamenteel andere basis, en niet alleen met streekproducten, maar bijvoorbeeld ook dat je kijkt of je afspraken kan maken in ook serieus landschaps- en natuurherstel in die streek waar zo'n partij zit. Dat je zegt, nou ja, we gaan toch ecosysteemdiensten afspreken met partijen. En daar krijgen ze een goede vergoeding voor. Ja. Eerlijk gezegd denk ik dat het nog steeds lastig is om dan wel die balans te vinden en dat goed te compenseren. Maar daar start het wel. En nou ja, als je dat goed verkent en komt tot afspraken met partijen die dat willen, dat is al winst. Maar je hebt gelijk, je hebt daar zeker een punt. Ja. Nou ja, ik bedoel, ik wil eigenlijk het bruggetje maken naar de hoofdpijnpunten die overblijven na die verkenning. Ja, precies. En dan wil ik niet negativiteit creëren, maar ik wil realisme. Want wat zijn wat jullie betreft als verkenners de punten waarvan je zegt, ja, dat willen we misschien met z'n allen, maar daar moeten we echt heel veel stappen zetten. Of waar zijn de punten, zeg maar, waar het enthousiasme... Nou ja, wat ik zie is dat als je kijkt naar transities in het landelijk gebied, dus herontwikkelingen van landelijk gebied, er is een soort gebiedsprocesmoeheid in Nederland ontstaan. Boeren, maar ook andere landeigenaren die zijn de afgelopen decennia bestookt met allerlei initiatieven. De landinrichting, de reconstructie van de veehouderij, de herijking van de ecologische hoofdstructuur toen nog, nu Nationaal Netwerk Nederland of Nationaal Natuurnetwerk. Maar ook gebiedsgericht werken in de streek, ruilverkavelingen, noem maar op. Ze moesten steeds iets laten of ze moesten iets doen om weer doelen te bereiken. Ja, en dat volgde elkaar maar op. Dus hoe je weer tot een bepaalde mindset komt om die gebiedsprocessen weer op gang te krijgen, hoe doe je dat nou? Ik denk dat dat een enorme klus is. Een gebiedsproces is een kwestie van lange adem. Dat gaat om vertrouwen ook, met elkaar stappen zetten. En voordat je ook doelen bereikt, dan ben je zo jaren verder. En die tijd is er eigenlijk niet, want het stikstofprobleem is echt urgent. Ja. Dus, en daar hebben wij nog niet de oplossing voor, maar hoe je dat stimuleert en komt tot enigszins overzienbare transities, dat is echt een klus. Hoe krijg je de agrariërs mee? Hoe krijg je de andere grondgebruikers mee? De recreatiebedrijven? Maar goed, even om het persoonlijk te maken. Vanuit jouw werk praat jij ook met partijen als het gaat om... Hè? Dat je net al een voorbeeld dat je in Enschede of in Twente, Oost-Twente hebt gedaan. Ik begrijp nogmaals dat je creatieve ideeën aan partijen voorlegt en je schetst prachtige vergezichten. Maar ja, we hebben die verharding wel geconstateerd en ook terecht misschien wel gekregen. Je schetst dat beeld van boeren die, nou ja, de ene wet of het ene plan was er nog niet en ze moesten weer. Wat kun je bieden behalve dat vergezicht? Gewoon geld, gewoon zeggen, dit is het einde, klaar? Of? Dat is wel een belangrijke succesfactor. Ik denk dat het een cocktail is van instrumenten. Het gaat om verleiden, het gaat om goede processen. Er moet geld, veel geld bij, er moet iets tegenover staan. Maar het gaat toch ook om sturing, dus kaders, regie. Een partij die zegt, jongens, het is... misschien niet altijd even prettig en leuk. En we doen inbreuk op wat je zelf ooit daar hebt gedaan en wat je wil. Maar het kan zo niet verder. Dus we moeten naar een andere vorm van landgebruik. Dat betekent ook sturing en soms ook, nou ja, toch ook enige dwang. Dus die combinatie van instrumenten maakt of een gebiedstraject succesvol is of niet. Ja. Want alleen maar praten en vrijwilligheid, daar red je het niet mee. Alleen maar sturing en top-down, daar red je het ook zeker niet mee. Dat is die verharding die we met elkaar hebben gezien. Maar het gaat om dat is een delicaat samenspel van inzet van instrumenten. En geld is dan wel een belangrijk, en geld is ook heel belangrijk. Instrument daarbinnen. Ja. Ik weet hier van dit gebied waar ze dijken gaan verhogen en verzwaren, dat je twee manieren hebt om een partij mee te krijgen. Eén is... vanaf het begin af aan mensen heel erg te laten meedenken met een bepaalde ontwikkeling. Ja. Maar dat levert vaak teleurstelling op, omdat aan het einde van de rit er gezegd wordt door overheden. Dat waren allemaal hele goede ideeën, maar dat kan niet, dat kan niet, dat kan niet, dat kan niet. En dan zit iemand, maar ik mocht meedenken, maar al mijn plannen zijn er. En dat is dan gelijk ook het nadeel, want er wordt een andere school is. Dat wordt hier ook tegen de bewoners bijvoorbeeld gezegd. Over deze punten, ook al zouden we het willen, ik gun het je van harte, maar daar is gewoon niet meer over te praten. Dat moet. We moeten die dijk verhogen. Of we moeten stikstofnormen. Klopt. Dus daar kun je heel boos over worden, maar daar ga ik niet eens de suggestie van geven. Nee. Dus we gaan alleen maar de bandbreedte nog geven waar wel iets mogelijk is. Waar ben jij fan van? Van een realisme aan het begin of juist in het begin heel erg... breed zeggen van oké, kom maar met al je ideeën en je post-it stickertjes. Nou, ik denk dat het realisme heel belangrijk is, dat je wel heel duidelijk het kader moet aangeven. Maar vanaf het begin gelijk. Vanaf het begin echt de urgentie van het probleem en ook wel het gebied waar je iets wil bereiken. Ja. Maar ik vind vervolgens dat je je wel vrij snel moet verdiepen in wat mensen daar bezighoudt. Ja. Wat zorgen zijn, waar ze kansen zien, et cetera. Dus het ophalen van dat soort... ideeën en belangen en frustraties soms ook wel, is heel belangrijk. Want dat maakt dat je daar uiteindelijk een goed traject mee kan smeden. En word je nog wel eens verrast door een idee? Dat je denkt van, nou, dan hebben wij met al onze kennis, alle partijen, alles. En dan komt er opeens een persoon die zegt van, kunnen we niet zus? Ja, dat zeker. En dat is soms... Kijk, die gebiedsprocessen die worden vaak geëscorteerd door allerlei specialisten op het gebied van water, hydrologie, dus ecologie, bodem. Dat zijn specialisten die dan de systeemanalyse uitvoeren en komen tot een bepaald beeld van oké, hier moet het naartoe. En dan worden maatregelsets uitgewerkt, et cetera. Nou, wat mij vaak heeft verrast, en dat is nu standaard dat ik daar rekening mee hou, is dat je de agrarische ondernemers, dus de grondgebruikers, betrekt bij je onderzoeksopzet en hen ook laat meedenken en kijken in oplossingsrichtingen. Die partijen hebben over het algemeen zoveel kennis van het watersysteem, van hun land, van de bodemopbouw. Die zijn vaak veel beter in staat om na te denken over praktische oplossingen. En dat beetpakken en verwerken in je nieuwe inrichting, Nou, dat is een hele belangrijke succesfactor geweest. Die nieuwe wet, hè, dat heeft natuurlijk ook, de vrijstellingen worden daarin geregeld voor bouwwerkzaamheden, al die gevolgen. Zit er in jullie verkenning ook nog een soort, als dit niet gebeurt dan, en als dat niet gebeurt dan, of als dit wel gebeurt dan? Nee, het is echt een open verkenning van hoe kan natuurinclusieve inrichting van Nederland gestalte krijgen en waar kan je dat het beste doen? Dus het is een analyse van dus plekken. Dat zit daar niet en, een... Nee, het is echt een soort inspiratieboek ook eigenlijk. Ja, precies. Stel dat dat inspiratieboek met al die prachtige tekeningen... Stel dat dat binnen niet al te lange tijd gerealiseerd zou kunnen worden. En wij stappen samen in een helikopter en gaan boven Nederland vliegen. Hoeveel anders is Nederland dan? Pak een beet over, noem eens een jaar. Nou ja, 30 jaar bijvoorbeeld, 40 jaar. Nou, laten we dat mooie getal van 2050 moet alles gebeurd zijn. Ja. Dus laten we eens, wat zien onze kinderen en kleinkinderen? Nou, we zien denk ik meer groene dooradering, dus meer landschapselementen. We zien minder intensief gebruik van grond. En dat bij elkaar opgeteld zal ook zorgen voor een boost aan biodiversiteit. Dus je ziet ook meer vogels en vlinders gebruik maken van een gebied dat niet sec natuur is, maar ook gewoon waar we dagelijks zijn, dus waar we leven. Dus dat zit in elkaar verwoven. Precies, ja. En je ziet slimmere combinaties tussen zeg maar waar de opwekking van duurzame energie moet plaatsvinden en landgebruik. Maar ook andere combinaties tussen waterveiligheid, natuur en recreëren. En dat zal ons opvallen. Ja. Dan zullen we zeggen, hé, dat is geinig, dat moeten we vaker doen. Ja. We zien denk ik meer, het zal er gezonder, vitaler uitzien. Is het omdat wij zo'n dichtbevolkt landje en iedere meter, daar gebeurt natuurlijk wel iets. Is het daarom ook de problemen zeg maar een stuk groter dan pak een beetje in gebieden waar het, ja, in Frankrijk en Natuur 2000, ja, daar zit er misschien eens één boer naast of iets. Dat klopt. Het is ook wel echt omdat wij zo'n klein dichtbevolkt plekje zijn. Hè? Ja, dat klopt. Het land is natuurlijk ontzettend versnipperd als je kijkt naar eigendomsverhoudingen. Dus er zijn veel grondbezitters waar je rekening mee moet houden. Ja. En als je eerlijk bent, is dat heel lastig om daar consensus mee te bereiken. Dat iedereen de neus dezelfde kant op heeft. Dat is bijna niet te doen. Ja. Ja. En je zit altijd wel binnen de invloedssfeer van een Natura 2000 gebied. Ja. Dat is natuurlijk een palet aan... Er is er altijd wel één in de buurt. Er is altijd wel één in de buurt, precies. Dat maakt het complex. Ja. En het is een ingewikkeld ook systeem. Nederland kent verschillende... je hebt hogere zandgronden, je hebt laagveen, hoogveen. Dus dat... Ja, weer met zijn eigen mate van beïnvloeding door. Precies. Ja. Even nog een ander punt, misschien niet relevant, maar ik vind het wel interessant. Je ziet natuurlijk dat de milieubewegingen in Nederland zich nadrukkelijk met wetten die door de overheid zijn afgesproken, daar gaan ze mee naar de rechter en daar winnen ze ook zaken mee. Of naar het bedrijfsleven zelfs, de Shell-zaak. Ja. Even los van die verkenning, is dat iets waar je ook van denkt, ja, dat is wel heel interessant die ontwikkeling, dat je dus aan de rechters gaat voorleggen wat je als politiek hebt afgesproken, als je dat niet haalt in plaats van dat de Tweede Kamer dan ingrijpt, heb je gewoon een rechter die zegt, je moet je wel houden aan je eigen plannen. Ja. Zou dat ook hier kunnen gebeuren? Je ziet het al, de Raad van State bemoeit zich natuurlijk met van alles en nog wat. Ja, ik sluit het niet uit. Ik vind de verjuridisering van Nederland wel opvallend. En dat, ja goed, het is ook een groot probleem. En het is het goed recht van die partijen om ook dat te doen. Om naar de rechter te stappen. Ze bereiken daar ook wel successen mee. Ik merk wel dat je daarmee niet per definitie ook het draagvlak op de lange termijn creëert. En die is denk ik heel erg belangrijk. Dus het zal altijd een samenspel moeten zijn van en investeren in dat draagvlak en de mindset. Dus echt partijen te overtuigen, mee in gesprek te gaan. En deze groepen die toch ook wel bijzondere successen boeken. Maar je bent het dus wel met me eens dat er een soort nieuwe nieuwe pilaar is ontstaan in die hele discussie, hè? De verjudicering. Maar ja, vroeger was dat gewoon minder, komt ook wel naar de rechter, maar dat is ja, ik weet niet gewoon... of het minder is hoor, want volgens mij zijn heel vaak toch ook agrarische vergunningen en van industrieën aangevochten. En de ene keer succesvoller dan de andere keer. Ja. Je ziet nu wel dat het stikstofprobleem en het vallen van de programma-aanpak stikstof is natuurlijk ja, toch ook wel het resultaat van dit soort rechtszaken geweest. En ik denk dat ze daardoor ook echt in beeld zijn geweest als serieuze partij. Ja, en nu nog steeds zijn ze alert van, nou ja, hoe doet Nederland het? Is het allemaal te verantwoorden? Wat is de volgende stap als het gaat om die verkenning? Wat moet daar nu mee gebeuren? Wat vinden jullie? Wat is... Nou, ik denk dat het goed is dat de minister, en dat het is aangeboden aan het kabinet, dat die goed kennis neemt van de aanbevelingen. En dat probeert in te pluggen ook in de uitvoeringsagenda's, bijvoorbeeld van het programma Natuur. Ja. En dat dan ook serieus, ja, dat wordt uitgerold in de provincies, waarbij ja, die samenwerking met al die partijen wel heel erg belangrijk is. Ik denk dat het een belangrijke stap is, dus het moet ingebed worden in nieuw beleid, nieuwe regels voor een deel. En de wet is daar nu een belangrijk voorbeeld van. We krijgen een nieuw kabinet, dus ja. Wellicht dat ergens helder verwoord zal worden. Ja, dat is de hoop en ik denk dat het probleem urgent genoeg is dat dat ook gaat gebeuren. Goed. Is er nog iets waar je van zegt, nou dat wil ik nog wel even verder benadrukken als het gaat om die natuurinclusiviteit, die verkenning, het beeld dat we geschetst hebben. We hebben de voor- en de nadelen, nou ja, realisme. Dat het nu echt moet gebeuren op de werkvloer. Dus nu moeten die gebiedsprocessen gestalte krijgen. En ik zou zeggen aan provincies en waterschap en alle andere partijen, maar ook LTO en het Rijk, laten we die handschoenen oppakken. En met elkaar echt komen tot die processen in de gebieden die in die verkenning zeg maar, zijn uitgezocht. Moet er een soort nationale paus worden aangesteld die dit gewoon puur als eigen verantwoordelijkheid heeft. In plaats van dat het zo op allerlei niveaus versnipperd aangepakt wordt. Nou ja, dat is leuk dat je het zegt. We hebben aanbevolen om een Rijksnatuurmeester te introduceren. Dus... Meneer Remkes. Nou ja, die heeft natuurlijk wel dat goed verkend, het hele probleem. Niet alles kan meer. Maar een pleitbezorger of een ambassadeur voor deze transitie is denk ik welkom. Je hebt natuurlijk wel de Rijksadviseurs op het gebied van landschap bijvoorbeeld of kwaliteit. Maar ik denk dat zo'n Rijksnatuurmeester of zo'n Rijksadviseur voor natuur welkom is. En die kan het ook agenderen bij de politiek. Ja. En die kan die samenwerkingen smeden en de opgang helpen. En, misschien iemand, ik kan even niet op de naam of de functienaam komen. De Rijkscommissaris voor de Delta, hoe zegt hij? Ja. Uiteindelijk over al het water. Precies, nou ja. Ik weet even niet hoe dat heet. Hè? Nee, nou, dat is equivalent. Dus zo'n type persoon, zo'n ambassadeur, dat is denk ik heel erg goed. En dat is natuurlijk wel een beetje beeldvorming, maar het maakt wel dat het opvalt, dat het urgent is en dat het ook onder de aandacht is steeds. Nou, en dat mensen, media ook weten naar wie ze toe moeten stappen als er gewoon een situatie in plaats van dat je moet gaan zoeken waar, in welk gebied is, wie enzovoort. Dus je hebt gesprekspartner bij Rijk, overheden, maar ook voor boeren. En als zo'n partij ook andere kennishouders en mensen met veel ervaring kan samenbrengen, ja, dan ontstaat er wat moois, denk ik. Ja. De waterschappen zijn de afgelopen jaren natuurlijk steeds belangrijker geworden, om allerlei redenen. Ja. Mensen hebben weer wat met die waterschappen. Vroeger had je nauwelijks het idee wie de dijkgraaf was en er werd wat gestemd. Maar... Klopt. Nou las ik ergens dat jullie ook pleiten voor een veel grotere rol voor die waterschappen als het gaat om deze hele discussie. Ja. 1, klopt dat? En 2, wat zou die grotere rol moeten zijn? Ja, kijk, het water is nog steeds wat mij betreft een heel belangrijk sturend mechaniek. Als je kijkt naar de ruimtelijke ordening van ons land. Ja. Dus ik denk, denken vanuit een watersysteembenadering is zeer belangrijk en goed vanuit duurzaamheidsoverwegingen. Dus ja, dat antwoord is ja. En je ziet dat ze heel veel aandacht hebben ook. Ze trekken soms ook van dit soort trajecten, hè? Natuurherstelprojecten. Daar zijn de waterschappen soms ook echt trekker van. Neem het voortouw, zorgen voor het opleiden van gebiedsprocessen, het uitwerken van doelen. Er zitten vaak heel veel agrariërs in die waterschappen, hè, die daar worden gekozen. Ja, het ene landschap is groener dan het andere, dus dat zie je wel. Ja. Maar ik denk dat dat een belangrijke laag is waar je de transities mee gestalte kan geven. Ja. Goed. Ik vond het interessant. Kijken wat er nu mee gebeurt. Wat het kabinet ook eventueel heel concreet gaat formuleren. Alle partijen hebben overigens wel in hun partijprogramma's iets geformuleerd over hoe en wat. Nou, dat gaat alle kanten natuurlijk op. Ja, aan jou de taak om dat ook op lokaal niveau waar mogelijk een beetje te stroomlijnen. Veel succes daarbij. Dankjewel. U heeft gekeken naar een webinar georganiseerd door de Academie voor de Rechtspraktijk. Bedankt voor het kijken natuurlijk. Ik mag u nog wijzen op het bestaan van de website LegalFlix.nl, onderdeel van de AVDR. Daar staan veel meer van dit soort webinars op, gesprekken met interessante gasten over belangrijke thema's die op dit moment spelen. Wat ons betreft voor nu in ieder geval bedankt voor het kijken naar dit gesprek.